10 maart was een spannende dag voor de leerlingen van het Fioretti College. Ze bezochten samen met leerlingen van ROC De Leygraaf een bedrijf. Om 8:30 kwamen de leerlingen bij elkaar voor een uitleg. Daar kregen ze te horen wat ze allemaal konden verwachten en wat ze moesten doen. De leerlingen hebben de uitleg gehad en gaan nu naar een lokaal voor de voorbereidingen. Ze moesten onder andere 5 vragen opstellen die ze dan moesten stellen aan het bezoekende bedrijf. Ook moest via een routeverkenner de weg naar het bedrijf opgezocht worden. Hoeveel mensen werken hier? Ik ben Marvin Hecht. Ik ben Stan van Loop. Ik ben Selma Gellus. Wij gaan bouwmensen. Bouwen is ook goed. Om 9:30 gaan alle leerlingen op weg naar hun bedrijf. Goedemorgen. Nadat iedereen zich voorgesteld had, kregen de leerlingen een uitgebreide rondleiding. Wij zijn bouwmensen, wij zijn ook geen school. Het ROC, waar meneer Vergalen daarvoor is, dat is de school. En wij zijn een opleidingsbedrijf. Ja, dit is de cirkelzaag. Leg je hier het hout op en kunnen hem zo wegen en schuif je hem zo erover. Ja, bouwmensen zorgen dat wij werk hebben. Als er geen werk is, dan komen wij gewoon hier te werken. Gewoon altijd, geen 5 weken school, 5 weken stage, maar dan zitten wij gewoon hier en dan krijgen we toch betaald. Wij maken hier beugels op. Eerst op de hoogte, dan zetten we de kozijn erop. Dan meten we vanaf de binnenkant meten we hoeveel wij van de kozijn nog hebben. En verder werden de 5 vragen natuurlijk ook nog gesteld aan de stagiaire. De nadelen, je moet altijd in de kou werken, buiten, in de regen. Het gaat altijd door. En de voordelen is, in de zomer sta je al buiten te werken en ik werk graag met mijn handen. Ik vind het niet leuk, dit vak, maar ik weet er nou wel meer door. Wel ook leuk, informatief, maar ook niks voor mij. Ik vond het wel informatief, maar het is wel leuk op zich. Ik wil het wel horen. Ook gaan we even een kijkje nemen in de leslokalen. Kijk, hier hebben wij groeps, als wij een toets willen maken van theorie, dan moeten wij de groepsopdrachten en de theorieopdrachten moeten wij afhalen. Dan denk ik dat wij hier weer de groep gaan verlaten. Om 11:00 ging iedereen weer terug naar het Fioretti College om daar te gaan werken aan de PowerPoint presentatie. En het resultaat, dat ziet u nu. Wij waren bij bouwmensen geweest met een aantal mensen. En hier zie je een jongen, die heeft van leer 3, die heeft een muur gemaakt. En een jongen van leer 2 heeft een kozijn gemaakt voor glas in te doen. En dan werd het zo langzaam een huisje. Ze maken ook hun eigen deuren van hout. Ja, die zetten ze dan ook in dat borgveld. Nou, dit was het eigenlijk wel. Zijn er vragen of zo? Of iets? Nee? Oké.